Hoe wordt een dubbeltje een kwartje? Hoe maak je van een rotjoch een verantwoordelijke man? Daar zijn wereldwijd veel verhalen over geschreven. Een van de mooiste is een oer-Nederlands verhaal. Dat van Siske de Rat. En daar gaat deze vrije lezing over. De schrijver Piet Bakker werd eind 19e eeuw geboren in de volkswijk Feyenoord in Rotterdam. Maar in zijn kindertijd verhuisde hij naar de Amsterdamse wijk De Pijp. Hij zal daar zijn inspiratie hebben opgedaan voor zijn beroemdste boeken, namelijk die over het straatjochie Siske. De boeken over Siske de Rat en ook de verhalen over Sis de Man waren na de Tweede Wereldoorlog een grote hit in binnen- en buitenland. Het werd 2 keer verfilmd en er is een musical van. Het verhaal van Siske speelt zich af in de jaren 20 van de vorige eeuw. Siske wil niet deugen. Hij wordt overal van school gestuurd. Zijn vader is er niet. Zijn moeder is een alcoholiste en heeft verkeerde vrienden. Hij haalt voortdurend rottigheid uit. Die jongen, daar is echt niets meer aan te doen. Na de dood van zijn moeder eindigt hij in een tuchthuis. Met een beetje fantasie lijkt het schavuitachtige van Siske de Rat op andere figuren uit de wereldliteratuur. In Frankrijk is er het verhaal van Rémy uit Alleen op de Wereld. Rémy leidt een zwerversbestaan. In Engeland is er het beroemde verhaal van Oliver Twist. En in Amerika is er het verhaal van Annie, een weeskind dat leeft in een kindertehuis. Alle verhalen, ook die van Siske, lopen uiteindelijk goed af. Maar het verhaal van Siske de Rat is fundamenteel anders. En dat komt door de manier waarop ze tot dat betere leven komen. De verhalen van Rémy, Oliver en Annie zijn een soort sprookjes. Het gaat slecht met ze, het zijn straatkinderen, maar aan het einde van het verhaal overkomt hen een soort mirakel. Rémy blijkt aan het einde van het verhaal een kind van rijke ouders. Tada, het gaat goed. Oliver blijkt eigenlijk geen arme stumper te zijn, maar ook af te stammen van een steenrijke familie. En Annie, die wordt geadopteerd door een miljardair. En ook zij leeft lang en gelukkig. Tja, good for you, maar wat willen die verhalen nou eigenlijk zeggen? Dat als het slecht met je gaat, je maar moet hopen dat je eigenlijk afstamt van rijke ouders of wordt opgepikt door een miljardair? Moeten we kinderen in de jeugdzorg dan ook maar een staatslot geven en dan hopen dat ze de prijzen vallen? Veel succes! Nee, het verhaal van Siske staat bijna haaks op dat soort sprookjesverhalen. Hier loopt de verheffing niet via geld of de wonderbaarlijke plotselinge toetreding tot een chique familie. Nee, het zijn geen miljardairs die Siske en Sis de Man helpen, maar een toegewijde, waarschijnlijk niet erg goed betaalde onderwijzer op zijn school. Een pater, een politieman. Uiteindelijk ook zijn vader en zijn nieuwe vrouw. Door hard werken wordt Siske een verantwoordelijke man. En zelfs een held in het leger tegen Nazi-Duitsland. Dat wonder voltrekt zich niet door iets buiten hem. Hij moet zichzelf omhoog trekken. Dat typisch Nederlandse verhaal is realistischer en eigenlijk veel mooier. Ja, je kan van een dubbeltje een kwartje worden. Maar dat gebeurt niet bij toverslag, maar door hard werk. Het stoere, grappige, ontroerende, volwassen verhaal van Siske de Rat en Sis de Man. Piet Bakker, ik wens u een vrijzinnige en theaterminnende week.